Ik wou alleen maar zeggen, cultuur in Eindhoven is iets wat we samen doen. Iets van ons allemaal. Alle wijken, alle mensen, alle culturen. Iedereen, professionals en amateurs. We doen het samen. Het hele nieuwe seizoen. Voilà, goedemiddag allemaal. Hier zijn we dan bij Artspace Flipside. Het paradijs, het culturele paradijs in Vaartbroek. Artspace Flipside heeft een klein cafeetje. En we hebben een tentoonstellingsruimte. Dus kan ik je vertellen dat we ongeveer 20 ateliers hier hebben, waar twee in te vullen zijn. We hebben designers, kunstenaars, muzikanten, filmmakers, kindertherapeuten, theatertherapeuten en beeldende kunstenaars. We zitten in een gebouw dat in Vaartbroek is gevestigd en dat is eigenlijk de meest noordelijke wijk. Naast het Sprookjesbos, de noordelijke wijk van Eindhoven. Het is een behoorlijk gebouw, zo maar even zeggen. Het is ongeveer 2000 vierkante meter. We hebben een redelijk vol programma, maar nooit vol genoeg. Hieronder zit ook nog een buurtcentrum, daar met die blauwe deur. En hier zit ook een speelcentrumachtige situatie van de wijk. En hier, voor de wijk, en hier hebben we dan de voormalige bibliotheek. Die gesplitst is en onder overgenomen door vrijwilligers die een vrijwilligersbibliotheek hier hebben. En hier beneden zit Inge's eettafel als lunch gebeuren hier in de wijk. Want dat is het enige wat hier. Wij zijn het, naast Carte Blanche, enige culturele gebeuren boven de sporen. Dus het is maar dat je het weet. Hier wonen ongeveer 100.000 mensen. En er is geen één café hier. Hallo, mijn naam is Bart Rennen en ik ben sinds maart directeur van Eindhoven Museum. Wij beheren twee collecties. Het Erfgoedpark, beter bekend als het Prehistorisch Dorp, en een deel van de Stadscollectie, ook wel bekend als de Kemperlandcollectie. Wat ik zo ontzettend bijzonder vind aan deze stad, en dat valt me op als nieuweling, is de enorme bereidheid om met elkaar samen te werken, van elkaar te leren en kansen te pakken. En daar zit wat mij betreft ook meteen een aandachtspunt en een agenda voor cultuur. Eindhoven is een stad die op mij overkomt als een stad die vooral bezig is met morgen. Een heel klein beetje met vandaag en eigenlijk niet zo met het verleden. Maar als je op een duurzame manier in de toekomst wil werken en met innovatie, creativiteit en design wil bezig zijn, dan is het denk ik ook heel belangrijk dat je weet waar je vandaan komt, wie je bent, wie de stad is en hoe dat zo gekomen is. En ik denk dat cultuur daarin een hele mooie bijdrage kan leveren, zodat er een balans ontstaat in onze Eindhovense samenleving. Wat betreft tips qua cultuur, ja, als nieuweling ben ik nog niet zo heel goed ingevoerd, dus ik laat me graag adviseren en hoop jullie volgend jaar zelf met een aantal mooie tips te kunnen verblijden. Heel veel plezier vandaag en geniet van Hallo Cultuur! Voor de klassieke muziekcultuur heb je drie dingen nodig. Een orkest, een hele goede zaal en een publiek. Want pas wordt de samenwerking tussen het orkest die de muziek speelt, de zaal waarin het klinkt en het publiek wat het meemaakt en beluistert, krijg je een concertbelevenis en een diepgaande belevenis van muziek. Nou, Philharmonie Zuid-Nederland is 20 jaar geleden naar Eindhoven verhuisd om hier zich te vestigen. En vandaag de dag weten wij samen met onze collega's van het Muziekgebouw een groot publiek voor klassieke muziek te trekken. Dus wij als Philharmonie Zuid-Nederland zijn buitengewoon blij met het feit dat wij in Eindhoven zijn, dat we hier kunnen spelen en dat Eindhoven een van onze twee thuishavens is. Ik ben Roosmarie Seuntjes, stadsbeiaardier van Eindhoven en ik bespeel wekelijks het carillon van het stadhuis en de Philipsbeiaard in de Katrien. Mijn doel is om de klokken dichter bij de mensen te brengen. Dit is onder meer mogelijk door de samenwerking met verschillende bands en culturele organisaties.
Voor de toekomst hoop ik dat we samen nog veel muzikaal-artistieke Eindhovense experimenten kunnen verwezenlijken, om ook internationaal hoog van de toren te kunnen blazen. De mooiste dingen. Als ik bedenk wat ik allemaal zou gaan doen dit najaar, dan heb ik gewoon altijd heel veel zin in de Dutch Design Week. Hier, ik zal even voor gaan staan. Zo, je kunt het ook zien. Hier achter mij, de witte dame. Ja, het hart is de expositie hier van de eindexamenkandidaten. Nou, daar ga ik altijd graag naar kijken. En natuurlijk ook naar plekken als TAC en kazerne en sectie C. Ja, het is de week van het jaar waarin ik altijd het meeste inspiratie opdoe. En ja, graag doe ik dat op mooie plekken hier. En dan hebben we het najaar natuurlijk ook Glow en we hebben lichtjesroute. Dus ik zie altijd uit naar het najaar in Eindhoven. Hier is de voorkant. Dus dit is de Vestdijk. Kijken, zo. Ken je wel? En hier is dan de geheime locatie. Achter, zo naast de hub die hier zit. En dan ga je hier onderdoor. En dan kom je dus bij het evenement. Nou, prachtig. Ik heb er ontzettend veel zin in. En ik ben ook blij dat ik er nog een beetje iets aan bij heb kunnen dragen. Maar ja, zo zijn er dus meer van dit soort fantastische locaties. Sectie C, daar ga ik ook nog even heen. Dus ook even laten zien. Je ziet het gebouw van binnen. We zijn dus heel hard bezig om het gebruiksklaar te maken voor het evenement van morgen. En nou, dus ze weten, ik ga gewoon even een kijkje nemen. Ja. Remmen! Heel overleg! Aan Eindhoven. Ik sta hier achter het parkeerterrein van het VDMA-gebouw. Het Van de Meulen Anstoms gebouw. En daar wordt nu een evenement opgebouwd. Dat heet de Maker Fair. Dat is allemaal weer afgelopen als Hallo Cultuur is. Maar ik wil het toch even laten zien. Want dit vind ik nou zo mooi van Eindhoven. Kijk, ik moet er even zo naartoe lopen. Het is namelijk een heel industrieel gebouw. Je ziet, ik kom nu van de achterkant aan ook. En het is eigenlijk bijna niet gebruikt. Het kan ook niet gebruikt worden. Het staat midden in de stad. Maar het is met Glow vorig jaar gebruikt. En nu gaan we het gebruiksklaar maken voor een evenement. En ja, dat kan dus gewoon hier. En, dus kijk maar, er staan hier dus gewoon op dit soort gebouwen, midden in de stad, die je dus kunt gaan gebruiken voor de meest fantastische creatieve evenementen. Hallo, mijn naam is Leonne Kuppen van ICSI. En ik ga eventjes wat vertellen over Eindhoven en hoe ik de stad zie. Waarom ik zo trots ben om hier te wonen en te werken. Afgelopen week had ik een jurybijeenkomst in Kortrijk, Zuid-België. Kortrijk wil ook een beetje een stad zijn zoals Eindhoven, waar industrie, maakindustrie en ontwerpers dicht bij elkaar zitten. En ze zien dat echt als een voorbeeld en het is erg grappig om te zien dat zij dus Eindhoven echt als een voorbeeldstad zien en dat het gras daar groener is. Nou, meestal vind je het gras groener bij de buren, maar in ons geval vind ik dat het gras in Eindhoven en met name ook op Strijp S bijzonder groen is. Dus daar ben ik super trots op en ik zie ook dat wij daar gewoon veel verder in zijn en veel beter nadenken over hoe we zeg maar matchmaking kunnen doen, hoe we bedrijfsleven aan de creatieve sector kunnen koppelen. En hoe we dat zichtbaar kunnen maken op verschillende plekken. En dat de samenwerking echt super optimaal is. En dat iedereen hier gewoon passie heeft en zin om daar lekker mee bezig te zijn. Wij zijn daar zelf al 25 jaar mee bezig. En ik zie een enorme vooruitgang in die ontwikkeling. En ik hoop dat dat voorlopig nog even zo mag blijven. Nou, ik zie de toekomst super rooskleurig voor de boeg. Oké, dat was onze bijdrage. Hallo, mijn naam is Elvin Isidame. Ik ben een van de programmeurs van de FNA. En waar ik heel trots op ben in Eindhoven is dat we nu heel veel aan het samenwerken zijn in de stad. Instanties, podia's, we zorgen er allemaal voor
om een mooi muziekklimaat neer te zetten. En dat is wel eens wat anders geweest. En waar ik dan ook heel erg naar uitkijk is DDW Music in oktober. Waar we een week lang samen met de Dutch Design Week, Friendly Fire en heel veel locaties, 9 locaties in de stad, een super tof programma neerzetten, muzikaal programma, voor 7 dagen lang. En ik vind dat we daar met z'n allen heel erg trots op mogen zijn dat dat nu kan in Eindhoven. Dat we zoiets groots kunnen neerzetten en dat iedereen met de neus dezelfde kant op staat. Dus ja. Ik ben hier in Venetië om de nieuwste films te bekijken voor NatLab. Terwijl jullie het culturele seizoen in Eindhoven openen. Ik gun Eindhoven een heel internationaal cultureel aanbod. En een van de dingen die we in NatLab doen is natuurlijk de allernieuwste films uit de hele wereld laten zien. Dat soort invloed heb je nodig als je de top wil bereiken. Ik heb hier toevallig net de film Everest gezien, waar mensen dat proberen. Dat zijn het soort films, dat is het soort beeldcultuur die we in Eindhoven nodig hebben en die we in NatLab laten zien.